Booking.com, een van de belangrijkste werkgevers van Amsterdam, gaat een kwart van zijn personeel ontslaan. Bij het online platform waar je hotels kunt boeken werken meer dan 17.000 mensen. Op het hoofdkantoor in Amsterdam werken er zo'n 5.500. Bij Booking.com aan de Herengracht is het erg stil. Wie nog werkt bij dit online platform zit waarschijnlijk thuis. Booking is een website en verdient zijn geld met bemiddeling tussen reizigers en hotels. Vanwege alle reisbeperkingen vielen de boekingen in april terug met 85%. Nou, zo'n platform is een online bemiddelaar tussen vraag en aanbod. Dus op het moment als het ook in de sector slecht gaat, gaat het ook met het platform slecht. Nou, dat zie je ook gebeuren natuurlijk met Booking.com. En het zag natuurlijk al eerder in de crisis gebeuren met Airbnb en Expedia. Op het moment als de markt opdroogt, droogt ook hun inkomstenstroom op. Dus toch ontslagen bij Booking, terwijl het wel loonsubsidie heeft ontvangen. Ter waarde van bijna 65 miljoen euro. Dat leidde tot grote woede, vooral bij de politiek. Omdat Booking natuurlijk voor de crisis een bijzonder winstgevend bedrijf was. Nou, die NOW blijkt dus vooral een uitstel van de executie te zijn geweest. Booking slaat NOW 2 over. Waarschijnlijk om verdere reputatieschade te beperken. Booking zelf zegt dat de loonsubsidie tijd heeft geboden om de reorganisatie voor te bereiden. Zo'n platform is een groeibedrijf, dus ze groeien iedere maand hard. En daarom zitten ze ook redelijk ruim in hun jasje wat personeel betreft. En op het moment als het dan slechter gaat, dan is het logisch dat ze ook extra hard achteruit gaan. Er is één lichtpuntje. Booking wil verhuizen naar dit nieuwe kantoor, bij het Centraal Station in Amsterdam. Het nieuws was dat dit al te klein was, omdat het bedrijf zo onstuimig groeit. Dat probleem lijkt nu opgelost.